vanavond maak ik eventjes een filmpje van over hoe ik mijn haar ga doen. Vorige keer was het nog mooi stijl, maar nu is het ongeveer 4 of 5 maanden geleden. En het is echt heel lelijk nu. Echt heel erg gekruld, vooral van achter. Ik weet niet of ik op de goede plek aanspoel. Maar het is dus echt weer nodig. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. En ik ga vandaag even laten zien hoe zo'n keratinebehandeling in zijn werk gaat. Het bijwerken ervan in elk geval. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als je niet weet waar je moet zijn, het is hier bij alle winkeltjes waar ze allemaal heel lekkere eten hebben. Het is deze op de hoek, toch? En zo ziet het eruit. Het is hier beneden gelijk. Ik heb gewoon helemaal rode oor. Van de warmte. Van de warmte is het helemaal rood, altijd hoor. Ik heb dat heel snel. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Mijn haar gewassen? Ja, we hebben het haar gewassen. Er worden schubben opengezet van het haar. En nou ja, zoals je ziet heeft ze een behoorlijke uitgroei, hè? Ja, ik zou hem even omdraaien. Hoe lelijk. Behoorlijke uitgroei. Dus hier gaan we nu weer netjes bijwerken. We gaan nou de keratine aanbrengen. En dan moet dat even inwerken. En dan gaan we hem feunen en dan gaan we hem stylen. Nice. Even tijd om te gieten. Nou, de spul zit nu in mijn uitgroei. Wat is straks stijl maakt. Dus dit moet nu even gaan inwerken. En dat is een maand bij. Heb je zin in? Ik had er echt zin in. Ja. Ik had ook gewoon zoiets, want we zitten nou op 30 in de familie. Ik dacht te veel. Maar ja, ik ga gewoon even door. Ja, dat is al in mijn hoofd. Dat kan je niet wachten. Nee, dat kan ik echt niet wachten. hoor. Doe nog even een beetje serum in de puntjes. Yes. Hij ruikt zo lekker. Ja, welke is dat? Van Jean Paul. Is dat die? Nee, die... Ik had een spray, hè? Ja, vond je die niet fijn? Jawel, maar die moest met hitte, toch? Ja. Ik kon ook zonder hitte, maar hij werd dus nat. Maar ik vind het idee van het serum op olie vind ik wel fijn. Ja, deze is wel heel lekker. Dan ga je het goed filmen. Mooi hoor. Hoe lang waren we vandaag bezig geweest? Even naar tijd kijken. Ik doe wel 4, 5. Of voor iedereen hetzelfde? Of ligt het echt zeg maar per haar weer verschillend hoe lang bijwerk duurt? Mm. Ja, ja. Oké. Okay. Dus voor mij ongeveer 5, 6 uurtjes. Voor iemand anders misschien weer iets korter. Ja, ja misschien 3 of 4. Ja. Nou, ik heb in elk geval de helft van de tijd gezeten vandaag. De helft van de tijd vergeleken met de vorige keer? Ja, echt. Ah, het is echt super mooi. I'm very happy. Kijk hoe mooi die hier glanst hierboven. Ja, daarom. Dit voelde eerst zo dood en nu weer zo fijn. Ja. Ga ik je bevrijden uit je lijden. Ik ben echt heel blij. Nou, bij deze gaan we de vlog afsluiten. Ik heb jullie vandaag stapsgewijs laten zien hoe zo'n behandeling gaat. Het is echt super glad en plat nu. En mijn punten zijn wel een beetje dood en droog nog helaas. Maar meestal krul ik die met de krultang zo een beetje naar buiten. Of met een beetje serum erin. Ik ben echt zo moe nu. Het is helemaal gaaf. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Yo sé que no es Kijk hoe mijn stoel recht. Oeh, nou zit hij te raar. Dit was mijn stukje. Ai, ai, ai. Vallen, hè? Ja, weet ik. Ja, maar ik ga hem zo opdoen, kijk. Ja. The end. Abonneer op mijn kanaal. Het is inmiddels al helemaal donker buiten. I don't like it. Told you I would catch you. Like living on the edge. Hele fijne avond.